O Patrick, je smerige jup. Hallo. Ik ben Maurice Vogelenzang. En ik ben geselecteerd om het 8e stadsgelijk van Tilburg te presenteren. Waarom ik geselecteerd ben, weet ik ook niet, maar laten we werken met wat we hebben. In dit stadsgelijk volgen we evenementen op TV naar Brikkelen in Tilburg. Ik presenteer u stadsgelijk nummer 8. Oh. Hoe de Tilburg Thee in Timbuktu terecht kwam. Tilburg, een bruisende industriestad. Maar waar kan iemand in een stad zoals deze nog aan rust vinden? Natuurlijk, ontworpen 1917 door Leonard Springer, het Wandelbos. Hey, Danger, wat doe jij nou hier? Ik ben achtergelaten door mijn baasje. Oh, en waarom dan? Ik zou het echt niet weten. Woef. Weet je wat? Ik breng je wel terug naar huis. Oh ja, dat is goed. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 10 minuten later. La 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 la. Hey, wat is dat? Een ondergrondse bunker. Even op een knopje duwen, hoor. Oh, ik vind het maar eng, ik sta weg. Oh. La 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 la. Oh, spannend hier, zeg. Een ondergrondse bunker in het Wandelbos. Oh, echt spannend. Hé, wat is dat? Oh, je bent de Tilburg Thee. Wat zeg je? De gemeente Tilburg heeft jou gemaakt als mascotte. Oh, zo. Ja, en nu moet je hier gehouden omdat jij het kapitaal van Tilburg bent. De kapitale Thee. Ja. Wat zeg je? Een rondleiding? Oh, dat lijkt me wel interessant, ja. Nou, dan gaan we eens even kijken. Oh. Ja. Oh, mooi hoor hier. Moet je hier al lang? Rompompompompom. Rompompom. Zo, ik ga mijn geheime bunker eens in. Rompompom. Rompompom. Rompompompom. Eens even kijken hoe het met de Tilburg Thee is. Hey, Eefje Wentelteefje, wat doe jij nou hier? Nou, ik was aan het wandelen en toen kwam ik de geheime bunker tegen. Oh ja, de geheime bunker. Ja, en de Tilburg Thee. Hoe zit dat eigenlijk met de Tilburg Thee? Nou, kijk, dat zit zo. Het is namelijk qua marketing belangrijk dat wij als stad een beeldmerk hebben. En dat we dat kunnen uitventen en te gelden maken, bij wijze van spreken. En op die manier Tilburg op de kaart kunnen zetten. Dat is heel erg belangrijk voor ons als stad en als provincie. Ja. En waar is hij nu dan, de Tilburg Thee? Verrek, waar is hij nou, de Tilburg Thee? Hey! Waar gaat hij? Nadat de Thee een sneltrein kaapte richting West-Afrika en een lange vakantie nam in het gebied, besloot hij om zich te vestigen in Timbuktu. De Thee kon makkelijk integreren in Timbuktu, waar de letter gewaardeerd werd door de lokale bevolking vanwege zijn strijd tegen analfabetisme. Ter ere van hem werd het motto van de stad veranderd. Thee, je bent er.